Telstar komt op bezoek tegen Jong Ajax. Oh. John van het Schip is erbij. Mooi. Dat is een goede paas van Axel Dongen. Die kan gaan uithalen. En dan daar de kans. Het is blijkbaar genoeg. Een penalty. Gravenberg zelf. Telstar op voorsprong. Veel te makkelijk. Bal die blijft nog hangen. En dan is daar de volgende treffer. Niet goed genoeg. Kut wedstrijd. Rijkoff echt in vorm. Van hem mag het meest verwacht worden. Heerlijke goal. Wat een geweldige bal. Poging van afstand. En daar is de... Er is sprake van een oorwassing. En er valt niets, maar dan ook niets op af te dingen. Yo mensen. Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe vlog. Dikke vette pies. Marnus bro, wat gaan we doen? Met Jong Ajax, tegen Telstar. Super gezellig. Wat verwacht je van de wedstrijd, Pik? Super veel bier. Mo, voorspelling. 4-0. 3-1. 4-2. 4-2. Jesse? 3-2. Ik denk 3-1. Lippie hattrick. Oh, Oh no! Wat een bababoei. Mau, ik heb vernomen dat jij normaal naar Telstar gaat, toch? Ja. Dus hoe voelt het nou, Jong Ajax tegen Telstar? Wat moet je nou doen? Volledig voor Jong Ajax nu. Maar als Plet scoort, ga ik wel juist. Wie de fuck is Plet? Who the fuck is that guy? Even sfeershots. Dealertje Milo.nl. Lekker. Wat een romige gozer zou we. Lekker eten. Hey Harme, doe even een food review. Food review, een bekend gezicht op het kanaal. Lekkere Turkse pizza, alles erop en eraan. We gaan een appie nemen. Ja, lekker. Oh mijn god, ouwe. Het is gewoon de arena. Mooi. Jongens, volgens mij was hier laatst wat gebeurd. Maat, jij bent echt goed voor elkaar, Jesse. Doe eens na, Jesse. What the hell is even that? Bij de arena, dames en heren. Jesse, we zijn gearriveerd. We zijn daar. Holy shit, Big. Oh my god, wow! Oh mijn god, ze hebben een jonge Ajax, wow. Je moet wel presteren, je moet ook goed spelen. En dat was hij duidelijk niet. Voor welke speler zijn jullie het meest hyped? Denzel Gravenberg. Rijkel. Oh. Hype. Hype. Geet Luc Dion. Nou, ja. Wat een voetbal, ouwe. Wat een geweldige pop. No. Nee. El Kashati. Gravenberg. Die komt niet tot een schot, maar hij krijgt wel een penalty. What? Was daar zoveel aan de hand? Het contact leek minimaal te zijn. What the fuck? Armen, wat zie ik daar nou? Wat een zeik. Heb je gezien hoe het kan, of niet? Ja. Sloeg helemaal nergens op, toch? Hij is dik. Tikkie tik. De Flipperkast is in Nederland aan een opvallende comeback bezig. Bal die blijft nog hangen en dan is daar de volgende treffer voor Telstar. Ja, wie doe je hier het plezier mee? Armen, dit is niet goed. Kijk al die Tata-stiel, mijn goeie. Mau, als ik het goed heb, hè, ja. Verlies je dus met 3-1 van Top Os. En vervolgens met 0-2 van Telstar. Nee, want het wordt gewoon 4-2. Ja. Ja, kijk, daar gaan we al. Diep. Ja. Rood. Nou, dit is natuurlijk helemaal kansloos. Hey, geef even een commentaar van de wedstrijd, Mark. Mooi. Mooi. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nee. Telstar zet 2-0 voor. Dat is kut. Dat is wel vervelend. Maar, zometeen, tweede helft. 4-2. Dit is het rustsignaal. Wie gaat het bier aan? Zo! Harme, wat vind je van de wedstrijd? Dit. Hoezo? We staan 2-0 achter, Dave. Oké. Okay. Dat is niet best. Maurits. Zou je deze wedstrijd voor mij even kunnen samenvatten momenteel? We begonnen heel sterk en toen kregen we een onterechte penalty tegen. Toen kregen we echt een zaadgoal tegen. Wat zeg jij dat ze heel sterk begonnen? En sindsdien... Er is niet sterk begonnen, het is een en al slecht. Hey, is het ook positief? Weet je, zelfs bij Ajax 1, je moet het positief bekijken. Weet je, ik ben normaal gewoon slecht voetbal gewend. Als je nu even dit film, ze zijn weer aan aanvallen. Ga eens weg, Jesse. Ze zijn weer aan het aanvallen en weer een corner tegen. Maar het wordt gewoon 4-2. Het is niet best. Hij heeft er geen vertrouwen in. That's the wrong number! Poging van afstand en daar is de graaf te ver voor zijn goal! En dan is het 0-3! Ik dacht dat ik zonder aan een goal inhouden. Hoe zag ik dit? Hey Dave, die kan je echt niet pakken. Why are we still here? Just to suffer. Hey, wat blijf je voor, ouwe! Nooit meer met elkaar.
Geen hat-trick voor Lippi, ouwe. Hij had geen haast, hij ging niet lekker, jongen. Oh. Tyfus. Waar kijk ik naar, man? Heel griep. Ja, nee, echt totaal niks. Ja, niet even, ja. Prank! Dank voor jullie komst en zien jullie graag de volgende wedstrijd weer terug. Jongens, wat vinden we ervan? Jammer. Zonde. Wat een kut wedstrijd, holy shit. Ze hadden echt kans om te winnen. Kleine samenvatting van Marnix. Ik heb genoten van de wedstrijd, want er was bier. Martin is een standaard drinker. Maar het spel was echt kut. Ja. Kut wedstrijd. Hey, waar is Dave? Waar is ik ben hier, pik. Huh? Wat is de eerste trein waar ik voor kan springen? Ja, ik doe eens normaal, man. Marnik, we hebben gewoon 0 keer gescoord, hè? I'm fast as fuck, boy. Waarom rent hij? Je hebt gewoon rode neus, ouwe. Dit ziet eruit als echt de kutste toffie ooit. Hallo mensen. Wij zijn nu onderweg. We zijn bij Schiphol. Het duurt nog ongeveer een uur maar. Ja, ik weet dat we bij Schiphol zijn. Ik ben er wel bezig. Wat kinderachtig. Ik hoop het allemaal. Mar, show die stone niet even dan. Nee, dat wil ik niet. Mar. Ja. Het is een deal. Dat is wel een beetje van. Ik heb de hik. Doe eens voor dan. Ik vond het gezellig met jullie. Het was een kutwedstrijd. Arme, wat vond je van de avond? Hoog niveau. Het was toch een idiote uitspraak? Maar nee, is een kleine outro. Dikke vette peace.